Farid Goris van, we zijn hier vandaag op Anderlecht. Jij bent sinds een tijdje nu al de nieuwe coach bij de RSCA Women. Hoe voelt dat hier aan, allereerst? Voor mij persoonlijk, ergens als een droom die uitkomt. Supporters ziet jaar en dag. Dus dan is het altijd de doelstelling dat je zo'n post kan vervullen binnen deze mooie club. Ja. Okay, de omstandigheden waarin dat gebeurd is, daar ben ik natuurlijk minder blij mee. Maar zoals ik tegen iedereen zeg en ook zo wil uitstralen, geniet ik van elke seconde dat ik deze taak kan vervullen. Ja, het begin is niet altijd makkelijk natuurlijk, maar je hebt wel nu ondertussen voor de derde keer gewonnen. Dat is wel heel belangrijk, hè, denk ik. Ja, absoluut. Ja, het is ook de doelstelling van dit team en van deze club om trachten alles te winnen. Dat brengt natuurlijk ook een bepaalde druk met zich mee. Op deze moment is het parcours vlekkeloos. Als we kijken naar de resultaten, het spel is aan het evolueren. Ik probeer hier en daar ook wat mijn eigen accenten erin te leggen. Dat gebeurt redelijk goed. We zullen wel zien waar het schip uiteindelijk zal stranden. Ja, jullie winnen uiteindelijk vandaag tegen Westerlo met 4-0. Wat uiteindelijk denk ik wel een grote score is, want Westerlo had ook zijn kansen. Hè? Had misschien ook iets kunnen scoren of zo? Ja, elke ploeg heeft altijd wel zijn opportuniteiten om te scoren. Ik kon het enorm hard appreciëren dat Westerlo hier ook kwam om te voetballen en zijn best een beetje kwam voorzetten. Dat is in het verleden al anders geweest in dit soort type wedstrijden. Dus daar alleen maar de complimenten voor hen ook. Scoregewijs, het spel was misschien niet op het niveau dat we het 100% wouden. Natuurlijk, je zit net voor de interlandbreak. Er zijn natuurlijk meerdere doelen die daarin meespelen. Maar als je puur kijkt naar de kansen die wij gecreëerd hebben, dat de score nog veel meer kunnen zijn. Daar zijn wel wat rondfases geweest voor ons doel. Maar Oot heeft nu ook niet echt één of twee echte reddingen moeten doen. Dus al bij al, als we het totaalplaatje bekijken, denk ik wel dat de 4-0 een correcte weergave is. Ja, en dan, je zegt hetzelfde, er is nu interlandbreak. En dan vlak nadien is het Anderlecht, Club Wajelé. Kwartfinale beker. Ook niet gemakkelijk, denk ik. Geen enkele wedstrijd is gemakkelijk. En dat merken we nu ook in de competitie. Alle teams zitten goed naar kwaliteit. Elk team heeft een plan, heeft een idee. Ik zeg het, ik vind het heel leuk dit seizoen om echt in de Super League te zijn. Op dat vlak. Het is een derby. Hè. En Anderlecht Brugge is altijd speciaal. De resultaten dit seizoen zijn ook al een beetje wisselend geweest. Oké, daar verliezen we. Hier hebben we thuis al een keer gewonnen. Het is beker, nog een keer een andere setting. Maar bon, we spelen thuis, we spelen van de beker. Als je 3 wedstrijden wint, heb je een prijs. En dan denk ik dat de doelstelling daarin ook duidelijk is dat we thuis die wedstrijd moeten winnen. En ook daar ons parcours moeten lopen. Oké, ik dank je. Proficiat met de winst vanavond en succes voor het vervolg. Dank je wel. Merci.